Weet je, ik ken elke beerdkracht grappie in die boek. Ik denk ik kan al die boek schrijven. Ja, partijker is mensen niet noodwendig vlug van begrip nie, kom ik stel het zo. En mensen is voor goede redes geïrriteerd en gefrustreerd met beerdkracht. Ik verstaan het 100%. Als die lichte afgaan is ik zelf knorrig. Je zit in verkeer. Je kan niet doen wat je moet doen. Ik verstaan 100% die ongerief. Maar ik denk, mens moet je oog hou op wat is nodig om ons uit die probleem te krijgen. Dit is waarop ons moet focussen. En als ons dit als een land kan ooreenkom en implementeren, dan kan een mens baie buitenlandse belegging aanlok, je kan baie werksgeleenthede skep, je kan ons meer dingend maken, je kan die curve waarteen elektriciteitsprijzen stijgen. Kan jij afplat en zelfs afbring, want hernieuwbare energie is nou goedkoper als fossiel energie. So, daar's geleenthede, maar dan moet ons nou uit die blokke kom en begin beweeg. Ja, dit was waarschijnlijk een combinatie van naïviteit en patriotisme wat mij tot hier gebring het. My primaire rationaal was, kijk, ek het nie aansoek gedoen vir die pos nie. Ek is genader om die pos te doen. En my gedachtegang was, als ik dan sê nee, dan versaak ik mijn recht om te kla. Dan kan ik niet om die braaivleisvuur staan samen met die andere mannen en sê, jy weet, ja, die Eskom is nou alweer een probleem. Dan kan ik mos nou niet klaar nie. So, als je die kans krijgt om te helpen, moet je gaan helpen. Als het dan niet werkt, nie, nou ja, dan kun je tenminste zeggen: ik het probeer, ik heb mijn hand opgesteek en ik heb mijn best gedaan. Dit is maar mijn benadering. Ik denk dat mensen moet beseffen dat journalistiek met respect in sociale media is niet die werkelijkheid. Nie. Als ik kijk naar van die mensen wat ik op straat tegenkom, zonder uitzondering is dit positief. Mensen zeggen mij, alsjeblieft, moet het niet lopen. Nie. Ik krijg baie boodschappen wat zeggen, alsjeblieft, blij. Moet niet jou steer aan die kritiek niet. Nou, je weet weer eens, wil ik mezelf niet uitgeven als die redder van Eskom of van Zuid-Afrika. Dat is glad niet mijn rol, dat was ook nooit mijn ambitie. Nie. Maar ik denk wel dat die sensatie wat veroorzaakt wordt om één persoon voor te houden als die zondebok, is waarschijnlijk oppervlakkig en eendimensioneel. Hier is een baie meer complexe probleem en daar is baie meer rolspelers wat moet pas staan voor die situatie waarin ons onszelf op die oomblik bevind. Maar ja, ik moest al interdikte kry teen lede van een partij wat graag rooi kepse dra. Wat mij gedreigd het. Ek het onlangs afluisterapparate in my kar gekry. Weet so, dit gaan maar een beetje rof en dis hoekom een mens moet voorzichtig wees. Het ek alles perfect gedoen? Nee, definitief nie. Ek sal nie arrogant wees en sê, weet, ek is die heilige ou in hierdie verhaal en ek het nie foute gemaakt nie. Verseker het ek foute gemaakt. Ek denk my grootste fout was om te denken dat hierdie probleem kan opgelost word met verbeterde en versnelde instandhouding. Met my privaatsektor achtergrond het ek die verkrygingsbureaucratie van die staat totaal onderskat en ek sal dit ruiterlik erken. Maar als ik kijk naar die vertragings wat ons ervaar het op een hele aantal fronten, om een voorbeeld te geven, in een stadium moest ik bij Nationale Tesorie toestemming krijgen om een betaling van net so oor die R70.000 te maken. Nou, als die hoofuitvoerende beambte van een maatschappij, zoals Eskom, niet voor R70.000 kan tekenen, nie, het jy een probleem. En daar die romslomp hou die oplossing van die krachtprobleem werkelijk terug.